Het is 12:45, dus we zijn weer lekker op tijd. Het duurt tot 1 uur, dus we kunnen een hele dag lekker genieten. En we gaan ervoor. Dus dat is super chill. Echt 10 minuten van ons huis vandaan. Het is ook wel fijn om een keer een feestje lekker dichtbij te hebben. Ik ben benieuwd. Ik ben volgens mij 2 jaar geleden ben ik naar Vitality geweest. Ik zal even een linkje hierin bovenin zetten. Dat was volgens mij ook de eerste en de enige keer dat ik er was. Vandaag staat er echt een fucking dikke line-up. Disturbed moet sowieso naar Warface. Daar heb ik fucking veel zin in. EVOS gaat live. Dus dat wordt ook echt mega dik. En ja, ik heb er fucking veel zin in. Thank you.
your fucking eyes, okay? Vitality was afgelopen zaterdag en wij waren er eigenlijk de hele dag te vinden. Ten eerste, ik heb echt super veel mensen gezien en gesproken die onze video's kijken. Dus dankjewel daarvoor. Super leuk om jullie te zien. Ik moet ook zeggen dat het vaker opvalt dat we iedereen op wat kleinere feestjes uit de regio zien. We hebben de hele dag eigenlijk vooral op de mainstage gestaan en we hebben ook wel eventjes in de tent gestaan. Het geluid viel een beetje tegen ten opzichte van 2 jaar geleden toen ik daar ook ben geweest. Verder vond ik de setjes wel oké. En ja, door het geluid klinken ze dan wat minder goed. De sfeer was trouwens echt top. Vanaf het begin dat ze daar aankwamen, deed iedereen echt volle bak mee. En mensen gingen ook echt los en zie je ook echt terug in de beelden. En dat vond ik de dag en vertel het hier vooral heel erg leuk maken. Ik heb me goed vermaakt. Onze volgende is De Continent. Die is over 2 weken. Volgende week zal de video van Parooka veel online komen, want daar zijn we afgelopen zondag geweest. Vergeet niet te liken, te subscriben en te volgen op Instagram @aftervlog. En dan zien we jou heel snel weer terug. Hier. En ja, love you.